Paul de Lange aan de vooravond van de tweede derby van het seizoen. De eerste derby ging aan jou voorbij, dus keek je toe vanaf de zijlijn? Nou, ik zat wel op de bank, ik mocht van de trainer gewoon bij de groep zijn. Dus ik krijg er wel iets meer van mee, zo'n wedstrijd als dat je op de tribune zit. En ik ken nog ook richting jongens toch misschien wat doen in de coaching nog wel. Zijn er kleine beekjes die helpen natuurlijk, want die jongens moeten het eigenlijk in het veld moet je het zelf doen. Dus het was een mooie wedstrijd. Dan kijk ik iedereen met een goed gevoel terug die Katwijk een warm hart toedraagt. Hoe heb jij dat beleefd vanaf de bank eigenlijk? Ja, ik zeg gewoon een mooie wedstrijd. De sfeer is denk ik voor amateurwedstrijd gewoon uniek. Dus dan ga ik met een goed resultaat gewoon weer terug hier naar de Krom. Dus al met al denk ik een geslaagde middag voor iedereen. In het verleden heb jij denk ik wel wat derby gespeeld bij Go Ahead. Misschien wat tegen Zwolle of niet? Nee, kijken. Breda of NAC Breda, RBC Roosendaal is wel een derby. Ja, Telstra Haarlem had je dan vroeger. Nou, wat had je nog meer? Heerenveen Groningen, een leuke wedstrijd natuurlijk ook. Derby van het Noorden. Dus ja, ik heb wel een paar derbies gespeeld. Ja, dus het zijn altijd speciale wedstrijden. Dus leuk. En dan maak jij je niet druk voor aanstaande zaterdag voor een man of 5000 hier op de Krom? Nee, normaal gesproken niet. Dus, maar het zal misschien even wennen zijn ook in het begin. Maar weet ik zeg, als de wedstrijd begint, dan ben je daar niet meer mee bezig. En dan ben je alleen maar bezig met het spel. Dus iedereen heeft zin in de wedstrijd. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Ik heb veel derbies gezien, veel Katwijk Quick Boys. En wat me er vaak van bij blijft staan, is dat het vooral heel spannend is, omdat ik supporter ben. Maar het spel over het algemeen heel matig is. Ja, klopt. Ja, ja wellicht toch de zenuwen. Maar er zit een kern van waarheid in. Heel derbies zijn vaak slecht, net als finales. Dus het draait eigenlijk maar om één ding. En dat is het resultaat. En dan is iedereen vergeten hoe die wedstrijd is verlopen. Ja, het resultaat was vorige keer goed. En toen werden we in de favoriete rol gedrukt. Nu probeert Quick Boys dat weer. Van ja, Katwijk is favoriet. Is dat terecht op dit moment? Ja, ik denk als Quick Boys wat goed wil maken van hun seizoen tot nu toe. Dan zullen ze denk van ons moeten winnen. Dus ik weet niet of dat terecht is. Dus kijk, en wij staan 13 punten voor. Dus wij hebben natuurlijk alleen de zogenaamde druk dat je voor je supporters wil winnen. Want dat is ons gewoon om te doen. Als je het woord leeft hier, dan wil je gewoon voor die mensen wil je gewoon die pot eruit slepen. Ja, snap je dat? Als je nu net na afloop kijkt naar die training, er staan hier honderden mensen langs de kant en dan zie je dat vuurwerk en die fakkels. Snap je dat gevoel? Want het werd mij van de week ook gevraagd. Wat is dan dat gevoel, dat derbygevoel? Ik kan het zelf eigenlijk niet in woorden omschrijven. Nou, ik ook niet. Dus ik ben zelf niet echt supporter geweest van een club ook. Dus voor mij is het moeilijk te begrijpen. Maar als je ziet hoe wij terugkomen hier na de wedstrijd Quick Boys uit, ja, dan maak ik wel veel mensen wat los. Dus als je mensen op zo'n manier blij kan maken, is dat toch prima. Laten we hopen dat jullie zaterdag de mensen weer zo blij kunnen maken in Katwijk Noord. Ja, het zou mooi zijn, want ik had begrepen van Markie Langeveld dat we hebben nog nooit twee keer van Quick Boys gewonnen in één seizoen. Dus het zou mooi zijn als het dit jaar wel gaat lukken. Zou ik de statistiek op moeten naast staan, maar het kan zomaar zijn dat het inderdaad nog nooit gebeurt. Dus laat dit dan de eerste keer zijn. Markie Langeveld zit er niet veel naast, dus ik ga ervan uit dat ik bij het rechte eind heb. Gaan we er maar vanuit en laten we zorgen dat het zaterdag de eerste keer wordt. Succes. Dick Schreuder, zaterdag de terugwedstrijd, de derby van Katwijk. De vorige keer dat ik jou vroeg van kijk je er naar uit, zei je van nou niet bijzonder dan enkele andere wedstrijd. Nee, ja goed. Het is natuurlijk wel een bijzondere wedstrijd. Dat heb ik wel gemerkt toen de wedstrijd eenmaal daar was. En zeker voor de supporters. En dat begreep ik ook wel. Je ziet vanavond ook weer, dat was de vorige keer ook op de laatste training. Op zich is het wel een bijzondere wedstrijd. Maar het blijft een wedstrijd waar je zeg maar maximaal 3 punten kan halen. Of 0 of 1. En dat zal niet veranderen. Maar goed, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. We spelen de wedstrijd niet voor de stand of voor de punten, maar ik denk echt wel voor het publiek. Omdat we ook wel in die wedstrijd daar hebben gemerkt dat het echt heel erg leeft. Daarvoor kan je het zeggen. Daarna hebben we het beleefd en hopelijk kunnen we het zaterdag weer waarmaken. Ja, dan heb ik de 3 trainingen van deze week gezien en dan maandag en dan met name dinsdag train je tactisch. En dan vanavond is eigenlijk een beetje spielerij. Een beetje de beentjes losgooien, ontspannen trainen of niet? Nee, ja. In principe is dat wel vaker zo bij ons op donderdag, dat we daarin wat scherpe partijtjes doen en iets wat korter trainen. Vanavond is dat helemaal zo, omdat je weet ook niet precies wat je kan verwachten en misschien moet de training onderbroken worden. En dan kun je wel heel ingewikkeld gaan doen en laten we het gewoon simpel houden. Je zei het er net al, de vorige wedstrijd zei je van jullie spelen voor de supporters, je speelt met je hart. Je liet een filmpje toen zien op weg naar Nieuw-Zuid, nou, dat is een ritje van een kleine 10 minuten. Wat ga je de spelers deze keer meegeven? Hetzelfde filmpje. Nee. ik ga gewoon zeggen dat ze naar buiten moeten gaan en moeten gaan genieten. Ik ga geen bespreking houden. We hebben deze week, wat je al zegt, we hebben alles al besproken. En je kan zoveel praten wat je wil. En dat geldt eigenlijk voor elke wedstrijd hoor. We houden het zo simpel mogelijk. En spelers moeten het veld op gaan en ze moeten het daarin zelf doen. En wij kunnen ze daarin helpen en begeleiden tot op zekere hoogte.
Ja, ik hoorde jou op voetbal in de Bollestreek zeggen van, ik geef ze bewust wat minder mee deze week. Want in die kopjes, ze vergeten nogal eens wat met dit soort wedstrijden. Nou ja, goed, dat is een beetje wat ik ook bedoel. Maar dat is denk ik meer door de hectiek en door het aantal toeschouwers. Er is waarschijnlijk wat meer lawaai. Maar goed, daar hebben ze niet vaker onder gespeeld. Dus als je dat vaker doet, dan gaat het allemaal wat makkelijker. En ik denk ook wel, omdat het dus, als je elke week voor 5.000-6.000 mensen speelt, heb je elke week een andere tegenstander. Dit is natuurlijk dorpsgenoot. Ja, dat brengt toch, je merkt het gewoon aan iedereen. Eromheen, dus de spelers merken dat ook. Nou ja, goed, het is moeilijk omdat hun zich daarvoor afsluiten. Maar ik weet zeker dat ze dat meenemen het veld in en dat dat soms wel eens even in de emotie en kan meespelen. En, nou goed, even terugkomen ik vond de toenmalige scheidsrechter daar heel erg goed mee omgaan. Toch twee dorpsgenoten die tegen elkaar spelen, waarin het soms toch even wat heftiger gaat. En hij heeft dat echt zeer uitstekend opgelost. En ik hoop dat dit keer ook weer gebeurt. Dat is heel erg belangrijk. Ja, volgens mij hebben we zaterdag arbiter Dijkstra uit Oosterwolde, meen ik me te herinneren. Komt het nederlaag eigenlijk van 2 weken terug tegen Noordwijk misschien wel nu heel goed uit? Zijn de spelers extra gebrand of denk je van nou, dat speelt helemaal niet meer mee? Nee, dat speelt niet mee. Ik bedoel, het is gewoon, je verliest, je gaat maandag weer trainen en je gaat weer door naar de volgende wedstrijd. Je kan het ook positief zien dat het heel lang heeft geduurd dat we een keer hebben verloren. Nou goed, ik denk dat we dat meenemen. En als we dan toch even over puntenaantal hebben, ja, als je er 13 voor staat, ja, waarom zouden we dan zenuwachtig worden? Als we terugkijken nog even naar die wedstrijd daar op Nieuw-Zuid. Wat moet er deze week beter of wat moet er aanstaande zaterdag beter ten opzichte van die wedstrijd? Ja, ik denk dat het heel moeilijk zeg is. Ik denk dat je kan allebei een tactisch strijdplan hebben. Die moet je bepaalde spelers of de hele groep duidelijk meegeven. Die heb je wel, zag ik dinsdag. Nou ja, dat zijn gewoon dingen die we wel eens vaker doen. Dus dat is niet bijzonder. En dat wil niet zeggen dat we dat doen. Maar dat zijn dingen die je moet weten als speler. Nou ja, en dat is dan, als het dan nodig is, kijkend naar de hectiek en alles, of dat dan uiteindelijk uit zou komen. Nou goed, dat is misschien iets wat misschien beter kon dan in de vorige wedstrijd. Na afloop van de vorige wedstrijd zag je eigenlijk wat het doet met supporters, de blijdschap. Laten we hopen dat we zaterdag weer zo'n feest kunnen ervaren na afloop. Nou ja, dat zou wel heel mooi zijn, ja. Dan is het voor ons als staf natuurlijk ook mooi en voor de hele spelersgroep. En uiteindelijk zie je dus dat het uiteindelijk toch ook om de supporters gaat. En die geef je daarin heel veel blijdschap.